the name. Wat heb je daar? Ja, een cookie. Nee, dit is een kat, een straatkat. En we hebben hem eten en drinken gegeven en hij is super lief. En hij heet Poepie. Ja, ik heb hem Poekie genoemd. Poepie. Poekie. Oh, Poekie. Ik vind Poepie leuker. Nee, Poekie. Okay. Nee, bijt me. Kijk, als ik dit doe, dan gaan we zo bijten. Hij beet me net gewoon. Hè, rat? Nou, dag, Poekie. Dag, Poekie. Hoort hem nou, joh. Ik hoor hem hier gewoon spinnen. Hij maakt echt herrie. Dat is zo lief. Maar je mag niet naar binnen. Nee, je mag hier gewoon zijn, maar niet binnen, oké? Okay? Je bent echt kaart om, dus dan mag je wel naar binnen. Nee, ook niet. Poekie in actie. Poekie zegt salamander. Hij wacht, hij is er klaar voor. Hij is er klaar voor. Goedemorgen. Hollandische rooit. Ja, boek, actie. Oké, kom op. Pak hem. Mensen, even één ding. Mensen? Ja, vader en moeder. Mensen. Kijkers. Oh. Oh, dat is die man. Je moet echt kijken. Ik ga jullie even iets leren. Ja, kom met je er hoor. Ik heb pas al jullie geleerd wat het verschil is tussen discriminatie en racisme. Nu gaan we nog iets leren. Let op, hè. Heel veel mensen, als ze zo'n kat of een hond zien, geven ze eten. Maar je moet ze ook drinken geven. Dat is nog veel belangrijker in dit weer. Want iedereen geeft wel eten. Je moet drinken geven. Wij gaven dat beest een heel bord van drinken. Hier staat nog een half bord. Hij heeft alles opgedronken, man. Ja, maar dan wordt het met water. Oh, ja, actie. Zo, daar gaat het. Net op tijd. Heb je hem? Nee, weet ik niet. Volgens mij niet, want er is nog heel verward te kijken. Ja, maar hij is aan het jagen. Hij is aan het jagen. Waar is die? Hij is aan het jagen, Joe. Kijk. Wat er gebeurt, hoor. Maar hij heeft hem volgens mij. Volgens mij heeft hij hem, ja. Goed voor je plantjes, hè? Hij is echt een boezetje, hij heeft hem opgegeven. Oh, wat goed hoor. Babypoesjes! Oh, Marie! Ja, echt hoor, volop. Hier. Nog een baby. Oh, een baby loopt weg. Kom, zullen we er één meenemen? Ja, pap gaat pakken. Oh. Kom maar. Leuk! Wil je er één? Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen zien door de zon. Vast wel. Kampdag. Ja. Dat wil zeggen dat vieren ze één keer per jaar doen ze dat. Oh, nee. Fletch heb je het gemaakt. Ja, dat was vorig jaar. Alles actie en zijn ze open tot 2 uur 's nachts. Sorry, ik hoor nu echt heel kut. Jullie hebben het wel zo gehoord. Ik ben er echt niet. Oh nee, verschrikkelijk vuurwerk. Oké, ik heb super veel zin in aankomende woensdag. Maar oké, we zitten nu op het strand en hier is Marionnetje. Hallo. En Fredje. Fred. Hoi. Papa, mama. Alles halve prijs. Hoi. Oh, hallo. Nou, die komen net er zo uit, maar in de tas. En we zijn nu even een beetje hier op het strand voor de derde dag. Het is nu, welke dag is het? Zondag. Zaterdag. Zaterdag. Welke dag is het vandaag, mensen? Wat is nou zaterdag of zondag? Zaterdag. Oké, zaterdag is het. En we zijn nu een beetje aan het chillen. Gisteren waren Seb en Tim en zijn ouders er. En nu is Seb er en die blijft vandaag bij Anthony slapen. Want we gaan als het goed is, als het niet gaat regenen, zo. Morgen naar mijn opa en oma. En dan gaan Anthony en Seb mee, want anders ga ik me nog afvullen. En we zijn nu hier een beetje aan het chillen. Dus Seb die blijft vannacht slapen bij Ant. En dat heb ik al verteld, weet ik. En het is eigenlijk super gezellig hier. Ik heb net ook even heel veel gezwommen en zo. En ja, het is echt leuk hier. Ik ga dadelijk straks of morgen of gewoon in deze vakantie even mijn waterdichte hoesje testen. Want die deed vorig jaar nog wel. Maar ik weet niet of dat hij dit jaar nog doet. Dus dan gaan we zo even kijken met eerst een wc-papiertje in de zee, heel wild. En daarna met mijn telefoon, als het werkt. Als het papiertje niet nat is. Dus ja. Wat, hoi. Ja. 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 Ja, hallo kijkers. Even mijn onderkin. En mijn broodjes. Hallo kijkers, alles goed? Met mij gaat het goed. Klaar met filmen.
Nee, man. Lekker, man. Auw. Hey, je moet toch een beetje vlees hebben, man, hè? We zijn toch... Hey mama, nu nog even bij jou kijken. Nou, ik heb lekker mijn gewaadje aan, dus... Ja, nu lijkt je super slank. Als die vrouwen hebben, Fred. Gewoon zo'n soort boerka, helemaal overheen. Dit kan ik niet meer. Pap, dit kan je niet zeggen. Ja, maar dat is toch een soort boerka. Gewoon ja, gewoon een boerkaatje. Zie je die islamitische zo gek nog niet, hoor. Hey, wat... Mensen van daarnet, geen haat naar de moslims, hoor. Het was alleen maar een compliment. Alsof jouw kijkers nog nooit een vetrandje hebben gezien, hè? Een vetrandje. Een... Wat denk je? Dat hun vaders en moeders allemaal slank zijn? De slankies? Ja. Nou, dat geloof slankies. Ik niet, hoor. Ja, ja. Nee? Kijk, nou, we hebben net even wat gegeten met z'n drieën en nu is Poekie heeft vis van ons gehaald. Gekregen. En dan geef ik wat water en alles. Lekker, hè, jongen? Ik ben me nog aan de maand zeggen, jongens. Dat ik als ze weg gaan, wordt het moeilijk. Hé, Poek. Kijk hoe lief die is dan. Poekie lekker eten. Ik denk wel een beetje groot prakken hier voor Poekie. Vanmorgen liep hij gewoon hier heen en weer voor ons huis. Zo, wee, ja, maar Jon durfde niet naar binnen. Nee. Die durfde niet aan te kloppen. Je belde mij. Je kat staat voor de deur. Ik durf niet naar binnen. Maar ja, dat was echt heel grappig. En lekker aan het eten, Poekie. Het is wel lekker, hè? Nou, eet smakelijk, jongen. Smakelijk, Poek. Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben... Nou, een uurtje wakker, denk ik. En ik ben al helemaal klaar. Kijk, ik heb mijn haar gedaan. En ik heb trouwens pas nieuwe kleren gekocht. Zoals jullie wisten. Ik heb dus dit... topje en dit rokje gekocht. Super chill voor op het strand, dit rokje vooral. Want spijkerstof krijg ik nooit aan als ik nat ben. Ik denk niet dat ik de enige ben, maar toch. En oh, ik moest even extra onderbroek en zo meenemen. Want we gaan dus, we zouden eerst niet, nou zoals jullie weten zouden we eerst naar mijn opa en oma gaan. Maar toen gingen we toch niet, omdat het ging, zou gaan regenen. Maar nu gaan we toch wel. En Seb en Anthony gaan dus mee. Ik pak even schone, ah, ik kan er niet bij. Topper. Oké, maar nu gaan we dus toch wel uiteindelijk, want het regent niet en het doet niet, dus het zal wel. Dus nu gaan we toch en vind ik wel leuk. Gelukkig kunnen die jongens nog mee, want gisteravond was het niet meer zo en nu toch maar weer wel. Dus ja, ik heb er wel zin in. En we gaan dus zo naar hun toe en dan gaan we. Het is ongeveer een goed uur rijden, dus dat wordt wel heel erg leuk in de auto. Nee, ik denk dat ik live ga op Insta of zo. Misschien is dat wel leuk, maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Dus ja... tot straks. Doei. Oké, nou we zitten nu in de auto en hier is Seb. Zit de broer. En hier is Ant. Hoi. En hier is mijn moeder. Hi! En mijn vader. Hoi. En nou we zitten hier. Gangster. We zitten dus in de auto naar mijn opa en oma. En ja, dan gaan we dadelijk waarschijnlijk ook even met mijn opa varen en zo. Dus dat is wel leuk. En ja, oh shit man. Wat? We zijn dat laatste dichte hoesje vergeten. Ik wou hem hier maar even uitproberen. Oh ja. Dat is very stupid. Ja. Yeah. Heb je zo'n hoesje en doe je telefoon en dan kan je filmen. Onder water. Zo. Ja. Dat is cool, hè? Maar ik had ook even een Apple, maar die is al twee keer kapot. Nee, maar. Was... Jawel. Nee. Jawel. Jij zei, papa die zei hij is van Apple. Nee. Wel. Maar is voor Apple. Voor Apple. Maar die telefoon is toch ook waterdicht? Nee. Nee, joh, man. Nee, niet proberen, Seb. Even uittesten. Je iPhone. Nee. Maar volgens mij heb je wel een telefoontje waterdicht. Maar... Ja. Ja, maar oké, dat was weer heel verhaal. Maar jullie zien ons zo weer. Doei! Nou, we rijden nu het eiland op en Hi! Ja, ze zien je niet, mam. Maar ja, dat wou ik eigenlijk even zeggen. Is het een beetje leuk? Zit de broer! Kan je nog wat anders zeggen? Ja, hartstikke leuk je. Hartstikke leuk. En we moeten nog steeds weten wat we moeten doen, hè? Want niemand die zegt wat. Ja, er was één ding. Zeg alsjeblieft iets raars wat wij twee moeten doen. Omdat Kroatië tweede is geworden. Zeg even iets wat we hier in Kroatië kunnen doen. Want iemand die had wel gezegd, ja, paard huren over het strand. Kijk, dat had ik leuk gevonden, want dan was jij er afgepleurd. Maar ja. Hier heb je zeg maar kiezelstenen strand. Dat wordt hem zeg maar niet zo. Nee, dus, en ja. Die pizza hebben we eventueel. En moeten we bij de pizzeria een pizza in het wapen van Kroatië laten maken. En die moeten jullie opeten. Nee, maar ik speelde vroeger met mijn neefjes. Dat was echt een heel tof spelletje. Oh. Ja. Dat moet je echt doen. Nee, dan ga je met z'n allen in het water. Thanks. Pak je een zwembroek? Nee, je trekt je zwembroek uit.
Seb, serieus, zwembroek uit dat je gewoon in het water in je naki bent, hè? En daar. Je doet een kei in je zwembroek. En dan gooi je hem weg en dan ben je hem zo ver mogelijk weg. Dat je echt moet je best doen, duiken, 2-3 meter diepte om je zwembroek, want die gaat natuurlijk zinken, hè? Ja. Ah, leuk, hè? Ja, ja. Dat is een leuk spelletje. Ja, dat ga je niet, niet echt, doen. Hoor. Jawel, dat gaan we gewoon weer doen niet vandaag. Jij ook, Marientje. Jij, jij doet ook mee. Nee, jullie gaan dat echt niet doen. Je zwembroek, alles moet uit. Je, oh, je moet echt... Pap, als je in het slechtste geval? Als je hem te ver gooit, dat je hem niet meer uit kan halen. Ja, dan ga je in je blote piel. Fijn ja, huis. Ja. Nou, dat mag dan bij deze twee gebeuren. Dat vind ik wel leuk. Ja joh, maar niemand ziet je. Nee, nee. Ik niet in ieder geval. Nee, maar. Je doet een handdoekje om je middel. En we zullen het niet op YouTube zetten. Jawel. Je doet een handdoekje. Als je het doet, moet je het goed doen. Maar oké, okay, hoe lang moeten we nog? Een paar minuten. Klein uurtje. Rob, anders doe jij het even voor. Pap, wat heb je? Een pilsje. Met de broer. Gewoon een kleintje pils. Ja, nog een klein biertje. Rob, pils. Uit dat je hem dan vasthoudt. Veel te zwaar. Ik heb hem echt laten vallen. De zaal? Nou, in ieder geval, we zijn er. Tjada. Red je bok. Bok. Kijk, ja, een beetje omhoog, want nou, die valt bijna zijn hoofd eraf, ja. Yes. Nou, we zijn er dus. Nou, we zijn op de steiger en gaan zo even zwemmen. Nou, ik zou zeggen met z'n drieën tegelijk erin springen. Ja, en toen dus eerst. Ja. Ik ga lekker. Aan de linkerkant. Pep zit al. Kan ik? Nu jij hier. Ja. Seb, is koud. Nee, het is lekker jong. Nou, en jouw beurt. Kom op, en kom op. Hop, chop, chop. Even mijn schoentjes. Even mijn schoentjes aan. Hij doet even zijn schoentjes aan. En kom gewoon. En je hebt hier zand. Je hoeft hier geen schoen aan. Je hebt hier zand, maar die gaat ze ook uitdoen. Ietsjes hoger. Ja. Wacht even hoor, je moet echt oefenen. Ik wil niet staan. Nee, ja, Marie, dat wordt lastig hoor. Nee, lukt me wel. Wat lager water momenteel. We gaan een beetje naar rechts. Naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Naar rechts. En dan voel je zo meteen rotsen. Ja, dan voel je zo stenen. Ja, en dan heb je wat hoger en dan kan je dus hoog klimmen. Yes. Hoor, hij legt gewoon weer op zijn handdoek, hè. Nou, jongens. Ik ga naar... Nee, ik ga naar opa. Ik ga straks zwemmen als we gaan varen. Jullie weten de weg naar Huus, hè? Nee. Oké, okay, goed zo. Lekker rustig. Doei. Doei. Ik ga even filmen. Hé, mama, ik kan hier gewoon staan. Ja. Oh, prop. Zo, ja, ik ga het even end laten schrikken. Ik pleur die schoenen bij Anthony neer, jongens. Zo. Jij gaat lekker het zeetje in. Ik lach. Nee! Ik lach heerlijk. Nou, je ligt nog steeds lekker. Kijk jij dat je niet verbrandt? Nog een dag, kijkers. Nou, mensen, we komen net uit de boot. We hebben net even gevaren. Ja? Of gevaard, wat is het? Gevaren. Gevaren. En hier is Seb. Hallo. We hebben niet kunnen filmen. Hut de broer. Hey, Ant. Waar is Ant? Hut de broer. Yo. Robert. Opa. Joey. Zo, wat denk je? Joey gaat eten, dus je geeft haar gewoon heel pak servetten. Als kind, als de varkens. Ja. Yes, kijkertjes, hallo, proost. Kijk eens, en we hebben dus net even gevaren en het was echt heel leuk. Het ging nog een beetje lummelen in het water. En we gaan nu even eten. Voor Joey. Yes, en we gaan spaghetti eten volgens mij. Zoete brood. Hou je bek met je zoete brood. Alles gaat hier zonder lekker man. Ja. Doei. Nou mensen, we zitten nu even hier op het terras. Jawel. Wat doe jij man. Nee, maar hier is Sepp. Zoete brood. En Ant. En mijn ouders en zijn ouders die zijn even ergens wat eten. We hebben net ook even gegeten bij zo'n restaurantje. Het was wel lekker en hadden we een hele discussie over wat je nou ziet als je blind bent. Maar we zijn er nog steeds niet uit. En ja, het was wel grappig. En ja, het is nu, hoe laat is het? Het is 10:30. Dat. Is dat een alarm? Laat maar. En...
Nee, nee, ik hoorde wel. Maar maakt niet uit. En we zitten dus een beetje hier op dit ding. En een beetje te praten en doen, ik weet ook niet. Dus ja, nou, ik denk dat ik nu even de vlog ga afsluiten. Dan zou ik dat straks doen. Ik doe het nu. Ik hoop dat jullie het in ieder geval een leuke vlog vonden. Ja. Ik hoor echt een sirene, hoor. Ik hoor ook een sirene. Ik zie, ik ben niet gek. Ja, ik hoor hem. What the fuck? Zij toch? Maar vertel even wat er net allemaal is gebeurd dan. Nee, maar we zitten nu een beetje... Ja. What the fuck? Hoor je het ook? Nu echt heel erg. Volgens mij is dat gewoon zijn speelgoedauto, hoor. Ik zweer, dit maakt geen normale... Nou, met in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je ook op vakantie bent. En tot de volgende keer. Doei!